Ik ben benieuwd naar deze nieuwe upcoming game. Concord. Het is een soort mix tussen Overwatch en Valorant. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik heb hem natuurlijk al eventjes gespeeld, maar... ik denk dat er best wel potentie in die game zit. Roots, glance, and gather intel on the revolt. What happened? Did it cut out? No. We're taking a moment to pay homage. You switched it off? We got work to do. Captain, turn it back on. I'm with Lennox. We should acknowledge the sacrifice. Why are you kissing a tchotchke? This is an authentic item from the Starship Implacable. How do you two not know about the Implacable? How old are you now? Old enough to know legends matter. Thank you, Captain. This map used to belong to the king. Ik zijn sowieso heel leuk gedaan, hoor. They controlled the space lanes. Held the galaxy hostage. They were the only ones who were allowed to fly. Enter the crew of the Implacable. They risked their lives, lost their lives to steal this map. And they gave it away for free. That's how the Free Gunners started. To this day, that tradition is honored. New crews like us are given this map, these space things. Freedom. So, homage. Wow. Much paid. Now let's establish roots, Glance. Even wat characters laten zien en wat characters gaan spelen. Best leuk om te doen. Je hebt eigenlijk de standaard classes, geloof ik, ertussen zitten. De tank, de medic en support. Mark. Ik ken hem wel met deze. Die vind ik wel lekker spelen ook op zich. Lijkt wel een beetje gewoon normaal. Een beetje voor een normale shooter. Die anderen komen inderdaad gaan wat meer lijken op Overwatch of inderdaad Valorant. Maar het is leuk om te spelen dit. Normale kogels inderdaad, twee wapens en special abilities, twee stuks. Deze wel goed bewegen, ik moet zeggen dat ik de tanks over het algemeen een beetje langzaam vind bewegen.
grenade. Got a pulse back. Throwing a smoke screen. Het is een beeld, zeker. On my mark. Ik zal even wat verschillende classes achter elkaar proberen, zodat ik een beetje een indruk krijg. Ze hebben het, zeg ik nogmaals, ze hebben allemaal andere wapens, allemaal andere abilities. Tanks zijn erg langzaam. Dan gooi je de vlammen. Oh, kan je ook jezelf maar even branden dus. Dezelfde. Oh, ze kan dus ook vliegen inderdaad. Why not? Dus allemaal even twee keer. Dat laserstraal zie je. Daar gooit ze vuur. En ze gebruikt een soort, wat is het? Een soort katapult. Ze gooit vuur, gebruikt een katapult. Ja, dat is wat te zien. Gaan we door naar de volgende. Die grote soort. Soms hebben de map dit en nu hebben ze toevallig. Make way. Hij kan dus gooien of hij door mensen heen rennen als special ability, geloof ik. Fine. Too bad. Was er door was er mensen heen rennen. Dat is wel een hele coole ability. Zo even heen doorgaan naar die. Daar heb je ook nog allemaal skins en add-ons voor die characters, maar die verder komt in de game natuurlijk. Nou, dit doet. Got it! Hey. Komt gewoon weer terug, hoor wat? Even kijken wat deze kan. Oh. Gewoon een soort stenen schiet die. Die exploderen, jammer. Zie je genoeg keuze en dingetjes uit verschillende characters. Thank you.
Jij. Deze. Yes, indeed. Kan ze niet allemaal even spelen omdat sommige in gebruik zijn. Maar ik heb genoeg van een livestream en gameplay. Dus als je daarna kijkt, dan kun je dat ook verder zien. Ik ben bezig, pushen. Volgende character even proberen, yes. The expert's on it. Jij. Don't let them shut us down. Watch your back. Hey, at least we gave them a run for their money.